Uitslapen in de zomervakantie tot 6 uur, niet langer. Deze groep kinderen staat bij zonsopkomst op. Verrekijkers verzamelen, appeltje eten en op pad. Alhoewel, niet iedereen kan uit de slaapzak komen. Wij gaan op vroege vogeltocht. Vanuit het scoutinggebouw aan de rand van Assen wandelen ze het Nationaal Park Drentsche A in, waar de vinkjes hen opwachten. Dat zijn vinkjes. En een vink, ja. Kijk maar door de verrekijker. Wij zijn met al deze kinderen op een kamp. Het heet Natuurontdekkers. En tijdens dat kamp dan ontdekken we de natuur. Dus dan gebruiken we al onze zintuigen om de natuur te beleven. En deze ochtend zijn we op zoek naar vogels. Iedere vogel die we zien is natuurlijk een cadeautje voor de kinderen. En we vinden het altijd juist heel mooi om ook gewoon als je een koolmeesje ziet, om daar eens goed naar te kijken en te waarderen hoe bijzonder ook gewoon zo'n simpel vogeltje is. Wie wilt heel even naar de roodborsttapijt kijken? Tapijt? De wat? De roodborsttapijt. Zie je hem in beeld zitten? Daar zie ik hem een vogeltje wegvliegen uit het bos. Ik vind het heel leuk, want ik wil ook misschien een bioloog worden. Mijn vader is ook bioloog en hij onderzoekt vogels. En ik wil ook meer weten over vogels. Maar niet alleen vogels kruisen het pad van de jonge natuurliefhebbers. Zit er een spin in? Maar het is wel een hele mooie, hè? Ja, ik schrok me dood toen ik die zag. Ja. Toen ik voor het eerst deze kamp bedrijfde en ik hoorde iemand dat we met de kinderen om 6 uur gingen opstaan, toen dacht ik, ja, dat doet toch geen enkel kind. Maar dan vind ik het zo bijzonder om te zien dat al die kinderen zich toch helemaal enthousiast worden. En ondanks dat het dan heel vroeg is, dat ze denken, ja, we gaan eruit. We gaan vogels kijken. Voor het ontbijt al uit te veren als echte vroege vogels. Om vogeltjes spotten. Nee, ik ben echt heel trots op de kinderen. Absoluut.